Hey, kijkers van Doomsday. Vandaag is dinsdag en ik heb eigenlijk een soort van beloofd dat er iedere dinsdag een video zou komen. En de allereerste is iets waar ik al een tijdje mee bezig was in mijn hoofd dat ik dat graag wilde doen. Omdat ik er heel veel mee bezig ben ook. Ik heb de trailer denk ik al heel veel keren gezien. Een heleboel theories gekeken en op basis daarvan heb ik een beetje mijn eigen theory ontwikkeld over wat er gaat gebeuren in Avengers Endgame. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die, net als ik, ook meerdere keren de trailer hebben gezien. Die ook hun eigen ideeën hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie denken. Maar vandaag ga ik het gewoon hebben over wat ik denk dat er gaat gebeuren. Aan de hand van de trailer die we hebben gezien en wat er in Avengers Infinity War is gebeurd. We beginnen gewoon bij de trailer. Die naar mijn idee meer een soort van teaser was. Ik vond het niet echt een trailer. Ik vond het meer een teasertje met eigenlijk maar een paar scènetjes die getoond zijn. En dan te beginnen bij de death scene, naar mijn mening, van Iron Man. Een heleboel mensen hebben allemaal theories over hoe die gered gaat worden. Ik denk ook dat die uiteindelijk gered gaat worden. Maar ik denk dat de film gaat beginnen in dezelfde toon als dat Infinity War is geëindigd. Infinity War was heel triest met de snap. Iedereen verdween. Het was iedereen zat in de bios van what the fuck. En iedereen heeft nu het idee Endgame, dat wordt die film waarin alles weer goed gemaakt wordt. En iedereen komt terug, happy end. En eigenlijk is niemand zo heel erg bang. Ik denk dat de film gaat beginnen met een van oh, het is nog steeds serieus en nog steeds kut. Iron Man gaat dood. Geen paniek. Ik denk dat hij terugkomt door middel van tijdreizen, daarover straks meer. Maar ik denk dat hij dood zal gaan, omdat een redding van Captain Marvel vind ik te obvious. Zij komt eigenlijk vanuit de Kree-system in een rechte lijn naar aarde en zou in principe Iron Man niet moeten tegenkomen. Dat zou super toevallig zijn als dat gaat gebeuren. Er zijn ook theories over, aangezien die message aan het opnemen is voor Miss Potts, dat zij gaat komen in haar Rescue Armor Suit. Ik denk dat ook, maar ik denk niet dat dat gaat zijn op het moment dat hij die message opneemt. Ik denk echt dat hij gaat sterven. En dat Miss Potts uiteindelijk met haar rescue armor vanuit de tijd reizen, hem op het juiste moment voordat hij sterft, hem komt ophalen. En waarom ik dat denk, ga ik nu uitleggen. Als we verder kijken in de trailer, we slaan al even het stukje van Thanos over en Captain America en Black Widow, zien we Ant-Man aan het einde van de trailer met zijn call om binnengelaten te worden. En een heleboel mensen hebben het al gezien, dus ik weet dat het tijdreisverhaal niet heel nieuw is voor jullie. Maar boven in het beeldje bij Ant-Man is te zien dat het archiefbeelden zijn. Het is dus een beeld van eerder. Dan komt het volgende probleem. Een heleboel mensen zeggen nee, dat kan niet 1983 zijn, want hoe in godsnaam moet dat busje, waardoor hij in de Quantum Realm is gekomen, nu bij hem staan in 1983? Dat kan niet. Dat busje is niet meegereisd of zo. Wat ik denk, is dat het busje daar helemaal niet staat. Ik denk dat Ant-Man daar voor die deur staat, in zijn eentje. Het shot is namelijk wel perfect hem in het midden van het frame en dat busje een beetje aan de zijkant gemoffeld. Ik denk dat de Russo Brothers een spelletje met ons spelen en die bus er helemaal niet staat. Dat hebben we eerder gezien bij die epic scène van die Avengers die aankomen rennen in Infinity War. Uiteindelijk was dat helemaal niet zo bombastisch. Thor, Ragnarok, hebben we ook gewoon meerdere shots gezien van Thor met twee ogen, terwijl hij één oog al lang kwijt was. Ik denk dat er met ons gespeeld wordt door de Russo Brothers en die bus daar niet staat. Ant-Man staat in zijn eentje in 1983 voor de deur. Waarom staat hij dan daar in 1983? Wat ik denk is dat hij daar naartoe is gegaan omdat het de enige logische plek is voor Ant-Man om naartoe te gaan. Het enige Avengers-achtige complex die hij bezocht heeft in de eerste film, omdat hij daar naartoe gaat als dief, denk ik dat hij daar terug naartoe gaat. Ook al weet hij ergens dat het in 1983 alleen nog maar een opslagplaats was voor Stark Industries. In 1983 is Howard Stark, de vader van Tony Stark, nog in leven. Het is dus mogelijk dat hij daar Howard Stark gaat ontmoeten in 1983. We weten namelijk dat in 1989, 6 jaar later, Howard Stark en Hank Pym een hele erge discussie hebben over de technologie van de Ant-Man suit. Die Hank Pym niet wil delen met Howard Stark. En Howard Stark is daar in het geheim wel mee bezig gegaan. Dus hij is daar toch achtergekomen dat Hank Pym die technologie heeft. Wat ik denk is dat Howard Stark in 1983 dus in aanraking komt met Scott Lang Ant-Man. Te weten krijgt wat er allemaal gaande is. Scott Lang, oftewel Ant-Man, weet namelijk niet dat de snap gebeurd is. Hij is in het verleden terechtgekomen. Hij heeft niet meegekregen wat er met Thanos gebeurd is. Dat is denk ik ook de reden dat hij zo vrolijk en enthousiast voor die deur staat. Dat hij niet weet hoe erg het allemaal is. Maar dat hij gewoon in het verleden terecht is gekomen. Dus wat ik denk is dat hij in aanraking komt met de vader van Tony. Dat hij kan uitleggen hoe groot Stark Industries geworden is. Wat er allemaal gaande is. Avengers, bla bla bla. Dat hij de nieuwe Ant-Man is. En dat het op basis daarvan het voor hem belangrijk is om terug te keren naar het heden.
En Howard Stark is echt niet de slechtste persoon die hij kan treffen als wetenschapper om terug te keren naar het heden. Of in ieder geval een message door te brengen naar het heden. Ik denk ook dat dat de reden is dat hij 6 jaar later met Hank Pym bezig is om de technologie van een Ant-Man suit te krijgen. Hij is erachter gekomen dat het bestaat. Hij heeft namelijk Scott Lang ontmoet, maar die gaat terug naar het heden. Howard Stark zal op een andere manier die technologie ook willen hebben. Hoe ontmoeten Howard Stark en Hank Pym elkaar dan? Het zou kunnen dat Howard Stark te horen krijgt van Scott Lang dat Ant-Man ontstaan is door Hank Pym. Dat ze elkaar daardoor kruisen. En misschien samen wel een manier bedenken om Scott Lang terug te krijgen naar het heden. Of een message door te sturen. Als Hank Pym namelijk hoort dat in de toekomst door Scott Lang Janet Van Dyne wordt teruggehaald, heeft hij ook wel een reden om Scott Lang weer te gaan helpen om terug te keren. En Stark Industries wordt enorm groot door Tony Stark. En het wordt alleen maar uitgebreid. Dus voor Howard Stark zit er ook wel iets achter om Scott Lang te gaan helpen. Als Howard Stark, Hank Pym, samen met de technologie in het nieuwe suit van Ant-Man het voor elkaar krijgen om te achterhalen in welke time vortex in de Quantum Realm Scott Lang is gesprongen om in 1983 te komen, is het misschien wel mogelijk om een soort pad te creëren of uit te vogelen hoe Scott zou kunnen terugkeren naar het heden. Maar daarvoor is wel die bus nodig of in ieder geval hulp van het heden. Maar als zij het pad kunnen leggen van 1983 naar het heden, zou in principe via die archiefbeelden die Scott Lang aan het opnemen is bij de voordeur en uitleggen hoe het allemaal zit, misschien dat ze wel aan de hand van die archiefbeelden 1983 in één keer heel veel archiefbeelden gaan terugvinden, ook hoe ze aan het testen zijn met de tijdreizen en het uiteindelijk erachter komen hoe dat pad loopt, is het misschien mogelijk dat het plan waar Black Widow en Captain America over spreken in het voertuig waar ze in zitten van dit plan gaat werken, dit moet lukken, is misschien wel het plan om Scott Lang terug te gaan halen uit 1983 en terug te keren naar het heden met de technologie om op die manier tijdreizen te realiseren in het heden, dat tijdreizen mogelijk is. Goed, dan hebben we met een hele omweg Ant-Man terug uit het verleden kunnen halen, uit de Quantum Realm, terug in het heden met de tijdreizen, door middel van archiefbeelden. Op zich is het te zien in de trailer allemaal. Ik denk dat het op zich een mogelijkheid zou kunnen zijn. Daarom denk ik er op die manier over na. We zijn in het heden. Ant-Man, Captain America, Black Widow, Bruce Banner, Thor. Thor weet nu ook, hey, we kunnen tijdreizen, we kunnen terug naar het verleden om dingen recht te zetten of terug te halen. Misschien dat we daarom dat shot van hem zien dat hij helemaal in een zak en as zit. En op het moment dat ze daarachter zijn dat het mogelijk is, wil hij misschien ook wel weer aansluiten. Want dat zou betekenen dat hij het lot van de Asgardians, het lot van zijn broer zou kunnen redden. De Russo Brothers hebben gezegd, Loki is echt gestorven in Infinity War. Het was geen trucje van Loki, hij is echt dood. Maar dat hoeft naar mijn mening niet te betekenen dat hij dat ook moet blijven. Het is alleen de eerste keer dat hij echt is doodgegaan. Maar met tijdreizen is echt alles mogelijk. Het zou dus, en nu gaan we terug naar het begin, dat Miss Potts hoort over de tijdreizen, de recording laat zien of ze herinnert, waarschijnlijk hebben zij het ook wel gezien, herinnert aan de recording van Tony Stark van hey, ik ben nu nog in leven op dit moment, maar ik ben aan het floten in space, ik ben onderweg naar aarde. Ze weten de route, want het schip is ergens geland op een dag, dan kun je die route berekenen. Luister, ik ga dood, maar ik ben nog in leven, bla bla bla. We hebben foto's gezien dat Miss Potts in haar rescue suit op set staat voor een greenscreen. Ik denk dat wanneer de tijdreizen gerealiseerd is en we hebben de dramatische scène gehad van Tony Stark die doodgaat en de hele bios is even van, oh, het is serieus, misschien is dit het einde, is zij het die met haar rescue armor Iron Man gaat redden op dat moment in space via time travel. Dat denk ik. Ik denk dat Doctor Strange zo het plan voorzien heeft. Endgame, hij zegt het. We're in the endgame now. Op dat moment weet hij, we gaan nu onze belangrijkste pionnen opofferen om het spel te winnen. Endgame is namelijk een heel bekende schaakstrategie waarbij je belangrijke pionnen opoffert om het uiteindelijke spel te winnen. Ik denk dat Doctor Strange heeft gezien dat de belangrijke pionnen worden opgeofferd. Een Loki, een Iron Man, alle helden die gestorven zijn. Om vervolgens met het time traveler te zorgen dat het originele team Avengers de Infinity Stones kunnen gaan terughalen uit momenten uit het verleden, om op die manier alle pionnen weer bij elkaar te brengen en met de Infinity Stones die zij weten te bemachtigen, Thanos te verslaan en op die manier de snap niet te voorkomen met time travelen, maar terug te draaien met de Infinity Stones.
Tony is teruggehaald door Miss Potts en weet nu dat er tijdreis technologie is, kan daar helpen mee ontwikkelen en hij maakt uiteraard de handpalm devices die we zien in de set foto's van Endgame. Samen met die handpalm devices en het team dat is teruggebracht, ik weet niet in hoeverre het wordt teruggebracht, maar in ieder geval Tony Stark wordt teruggehaald uit het verleden, Ant-Man wordt teruggehaald uit het verleden, Hawkeye die nu Ronin is, wordt teruggehaald bij het team. Er staat dus best wel een sterk team. Ik denk niet dat de andere helden al worden teruggehaald. Dat is echt aan het einde van de film met de snap pas, denk ik. De rest is nog niet terug. Zij gaan terug in het verleden naar momenten om Infinity Stones terug te halen. En dat hebben we al gezien in setbeelden. Captain America in zijn oude armor in Manhattan tijdens de eerste Avengers film. Naar dat moment zullen ze terugkeren om daar een steen terug te halen. Ik weet niet in welke volgorde ze de stenen gaan terughalen. Ik denk ook niet dat ze ze allemaal weten te bemachtigen. Want wat ik denk is dat het time travelen wel in een soort van universe werkt, waarbij er geen andere tijdlijnen ontstaan of andere universes, maar dat daadwerkelijk dingen die in het verleden gebeuren de toekomst kunnen veranderen. Dus wat ik denk is dat we Thanos gaan zien op zijn farm, met de vastgesmolten gauntlet nog aan zijn arm. En dat we zien, dat hij ziet, dat de Infinity Stones één voor één aan het verdwijnen zijn. En op dat moment weet hij, shit is going down, ik moet terug. Hij heeft namelijk op zich wel enige moeite gehad, maar hij is nooit echt bang geweest om te verliezen van de Avengers. Dus ik denk dat hij met enkele Infinity Stones zo weer de uitdaging zou aangaan van, yo, jullie willen ze nu terug gaan halen. Dacht het niet, mijn missie zit erop, ik kom ze weer terughalen. Dat denk ik. Ik denk dus dat hij enkele stenen verliest, vervolgens besluit om terug te gaan naar aarde om te voorkomen dat ze allemaal weten te bemachtigen. Om de uitdaging nog eens aan te gaan tegen de overgebleven Avengers. Hij weet namelijk niet dat er ook weer helden zijn teruggehaald. Of in zijn beleving zijn er in ieder geval 50% van de Avengers uitgeschakeld. Dus hij hoeft nog maar een fractie van de Avengers te verslaan. En dat is wanneer de verrassing erin gebracht wordt. Want we hebben namelijk Scott Lang erbij teruggehaald. Hawkeye, oftewel Ronin is erbij gekomen. Er staat dus best wel een krachtig team. Thor wil vechten voor het verleden en het terughalen van de Asgardians. Iedereen heeft een doel. En we hebben uiteraard Captain Marvel. En dat is de kracht die ze missen. En de kracht die nodig is om niet alleen alle Infinity Stones terug te halen en de snap terug te draaien, maar ook om te zorgen dat het niet een kat-en-muisspelletje blijft, maar Thanos daadwerkelijk verslagen wordt en weggedreven wordt in een hoekje. Dat om te zorgen dat hij nooit meer kan doen wat hij heeft gedaan. Dus ik denk dat het originele team de Infinity Stones gaat terughalen en gaat zorgen als het originele Avengers team. Dat zou een hele mooie afsluiter zijn voor een aantal grote karakters. Om de snap terug te draaien. Dat is natuurlijk waar de afgelopen 10 jaar over gegaan is. Dat het originele groepje dat lukt. Dat Captain Marvel als nieuw karakter, als de volgende 10 jaar zeg maar, zorgt dat Thanos in ieder geval niet meer terugkomt. En dat hoofdstuk is afgerond. De snap wordt teruggedraaid. Eind goed al goed. Thanos verslagen. Happy the Peppy. Nieuw team. Of iedereen terugkomt weet ik niet als de snap teruggedraaid wordt. Ik denk dat er altijd wel een soort van consequentie of littekentjes blijven bestaan. Dat niet iedereen terugkomt. Maar wel bijna iedereen. Maar in ieder geval een soort van eind goed al goed. En wat ik dan denk is dat de eindscène zal zijn dat er ergens verder in het heelal een groot kwaad of een groter karakter ook door de snap teruggebracht wordt. Die verschijnt ook weer of de vlokjes komen bijeen en dat karakter ontstaat ook weer. En die is tot nu toe niet involved geweest met Avengers, et cetera. Maar ik denk dat hij op dat moment beseft van, hey, het benadert mij ook. Ik ben verdwenen, gelukkig ben ik terug, maar dit is mijn moment om toe te slaan. En dat er dan dus een grotere threat gaat starten voor de volgende 10 jaar. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan denken. Of jullie denken dat ik in de buurt zit. Of dat jullie na het zien van deze video denken van, nou, dus zou die best wel eens gelijk in kunnen hebben. Of dat jullie denken, nee Kevin, wat lul je nou? Dit gaat helemaal niet gebeuren. Het gaat zo en zo. Ik ben heel benieuwd. Discussieer mee in de comments. En ik ben zeker bereid om terug te reageren en mee te kletsen. Want ik vind het een superleuk onderwerp. Ik ben helemaal into these films. Dus ik ben heel benieuwd. Bedankt voor het kijken. Hopelijk zien jullie er volgende week dinsdag weer bij. Want dinsdag is Doomsday vanaf nu. En ik ben blij dat ik hier weer zit. En voor jullie een video heb mogen maken. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Mensen, tot volgende week. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.